voor uw informatie wordt het grootste deel van de kosten nog door de banken opgevangen. Moet u voorstellen, zo'n ATM kost met alles erop en eraan rond de $75.000. Maandelijks moeten we in US dollars ook betalen voor dataverbindingen, voor security. De transportkosten die erbij horen om de ATM's aan te vullen. Geld dat renteloos wordt aangehouden in de ATM's. Dus het ATM-netwerk kost ons enorm veel geld. U weet ook, het is geen geheim. Volgens mij was de governor in een van uw interviews aanwezig. De Surinaamse banken zijn best klein. Waardoor ze niet in staat zijn al deze kosten volledig op te vangen. En daardoor zijn wij ook genoodzaakt om een deel van de kosten door te rekenen aan de klanten. Maar de governor zei er ook bij van de banken moeten creatievere manieren bedenken om de kosten niet gedeeltelijk ook af te wentelen op de consument. Ja, dus daarom heb ik benadrukt dat dit gaat om een deel van de kosten. Want als u kijkt, als we alle kosten moesten afwentelen op de klant, ja, dan zou een ATM-transactie rond de 25, 30 SRD moeten kosten. We zijn op dit moment hebben we een deel van de kosten en de creativiteit die we hebben toegepast is dat wij dus B-Nets gevraagd hebben, omdat wat gebeurt er op dit moment? Alle banken onderhouden hun eigen ATM-netwerk. Dat wil zeggen, elke bank heeft eigen ATM's, maar ook heeft ook de software die de ATM's aanstuurt. En dat is een hele dure software die elke bank moet aanschaffen. De creativiteit die we hebben toegepast is dat we dus B-Nets, het interbankair netwerk, gevraagd hebben om de ATM's over te nemen.